zit al 3 weken op het Wolferdattel. Je went hier heel snel. En ja, je voelt je gewoon echt op je gemak. Ik vond het eerst wel heel spannend, want ik liep binnen en ik wist nog niet met wie ik in de klas kwam. De eerste echte les was wel anders, want het is een moeilijker niveau dan dat je op de basisschool gewend bent. Op de basisschool heb ik soms heb ik wel moeten samenwerken, maar ik merk dat ik op Wolferdalton wel steeds meer moet samenwerken en op een andere manier moet samenwerken. Dat je echt de rollen goed moet verdelen bij sommige taken. Als we in de klas werken en we merk ik wel dat de kamp veel heeft bijgedragen bij aan het samenwerken. Je durft vaak meer te vragen sowieso. En er is vaak er ontstaan er snel mensen die dan denken van oké, ik doe dit wel, doe jij dan dat? Oké, dan doe ik dit. Wat we hadden geleerd op kamp, dat hielp ons wel veel gewoon op school. Ik vind dat je zelf de Daltonuren kan inplannen, vind ik heel handig. Want stel je voor, je loopt achter met wiskunde en je vindt wiskunde ook moeilijk, wat ik heb, dan want ik ben voor vandaag toevallig ben ik bij wiskunde ingepland. En dan kan ik gewoon vragen aan de docent van, nou, ik begrijp dit niet, hoe kun je me daarmee helpen? Of, dus dat je een soort van zelf kan afwisselen, wat vind je moeilijk, wat kan je daaraan doen en hoe ga je het oplossen? Ja, bijvoorbeeld, je hebt sport op een dag en dan heb je maar een half uurtje om huiswerk te maken. En dan heb je die dag daarna juist weer, dan ben je vroeg uit en dan kan je juist weer heel veel huiswerk maken. En dat dan is je eigen zelfstandigheid om daar in die lange tijd dat je hebt op die dag, dat je vroeg uit bent, je huiswerk te maken. En niet dat je dan daar de hele tijd zit te gamen of zo. Het is echt, ik vind het een hele vrolijke sfeer hier. Ja, ik vind het wel een leuke school, want ja, je kan je huiswerk ook gewoon op school maken tijdens de Daltonuren. En dat betekent dat je dan thuis minder hoeft te doen.